Welke geometrische vormen zie je veel terugkomen in dit kunstwerk? Misschien denk je dat het rondjes zijn, want ik zie hier een rondje, daar een rondje, daar een rondje, daar een rondje en daar een rondje. Alleen zijn die rondjes weer opgebouwd uit allerlei staafjes. Dus rechthoekjes. Eigenlijk is de meest voorkomende vorm in dit kunstwerk dus een rechthoek. En die rechthoeken samen vormen een cirkel.